Ik ben Noor en ik ben 12 jaar en ik speel frisbee. Ik ben Sander en ik ben 9 jaar en mijn hobby is frisbee. Mijn naam is Samir, ik ben 13 jaar en ik doe frisbee. Mijn naam is Isolde, ik ben 14 jaar en mijn hobby is frisbee. Hallo, ik ben Pierre, ik ben 13 jaar en ik speel frisbee. De bedoeling van het spel is om eigenlijk een frisbee te vangen in de zone. En de zone is zo'n groot rechthoekig vorm en daar moet je de frisbee in vangen. Als je hem hebt gevangen en hij is niet gevallen onderweg of hij valt niet uit je handen, dan heb je een punt. Hoe ziet de training er meestal uit? Meestal doen we eerst opwarming en dan doen we enkele oefeningen voor de gooitechnieken te verbeteren en voor dingen bij te leren. En dan spelen we meestal wedstrijdjes tegen elkaar. Wat is het leukste moment dat je hier al beleefd hebt? Is op het strand spelen. Het frisbee-toernooi. En wat houdt dat juist in? Dat we dan ook eens tegen andere ploegen spelen. En wat vind je het moeilijkste aan frisbee? Toch het nauwkeurigheid en mikken. De worpen en vrijlopen. Waarom zou je iedereen aanraden van hey, kom maar mee frisbee doen? Het is gewoon een mega tof sport en ja, veel lopen, dat is gewoon wel. Frisbee is gewoon een leuke sport dus en het is aan het doorbreken en het zou jammer zijn hoe ze er niet bij zijn.